MotoMe wordt mogelijk gemaakt door donaties van de volgende merken. Merken die geloven in de lol en beleving van het motorrijden. Dat is MotoMe. Welkom bij MotoMe en zoals je ziet staan we ook dit keer weer niet in Emmer-Compascum. Bart? Nee, want daar hebben ze volgens mij geen palmbomen. Nee. Waar we wel staan is aan de Spaanse kust, Malaga om precies te zijn, waar we gereden hebben met de Kawasaki Z1000SX. En daar ga je een test van zien. Precies, en er was er nog iets in Spanje, want daar was de wedergeboorte van de Suzuki SV650 vond daar plaats. Ja, daar ben jij geweest. Ja. En we hebben ook het tweede deel voor je van het customizing item. Wat kan je nou zelf doen? Eigenlijk de do's en don'ts van customizing. Maar we gaan beginnen met de Kawasaki Z1000SX in deze mooie omgeving. Joost, ja. Wat is er nou eigenlijk gebeurd met dat hele sporttouring segment? Eigenlijk is dat verdwenen bij het sneuvelen van de VFR 800 van Honda. Toen is dat hele segment eigenlijk ingestort en is natuurlijk de allroad ervoor in de plaats gekomen. Ik wou dat zeggen, want tegenwoordig als je het over toeren hebt, dan zijn er de allroads of crossovers die de klok slaan. Precies, maar de hele doodgewone, of tenminste doodgewone, maar de fiets, lichtsportief, koffers, of tenminste lichtsportieve zithouding, dat bestaat niet meer. Dat is finito. Behalve... Precies, wij rijden vandaag met de Kawasaki Z1000SX. Kijk. Wat natuurlijk in basis eigenlijk de superkrachtige Z1000 is, maar helemaal opgebouwd als tourmachine. Ja. En we zijn in Spanje. Spanje, in het zuiden. Mooie bochten, lange bochten, snelle bochten. We gaan even een stukje sportief toeren. We gaan kwiekpotje toeren. Kwiekpotje toeren. Kwiekpotje toeren. Goed, sportief toeren dus. En dan moeten we er ook nog even bij vermelden dat dit de Touring Edition is van de Z1000SX. Met andere woorden, 2 koffers en een tomtom hoef je niet extra aan te schaffen. En maken die koffers een potje van het design? Nou, oordeel zelf maar. Wij zouden hem in ieder geval niet achterlaten in de branding. Maar goed, even naar de essentie. Waar draait het bij deze fiets om? Nou, in ieder geval de kracht van het motorblok en het comfort voor de berijder lijkt me. En om even met het blok te starten, hier kunnen we eigenlijk alleen maar de loftrompet oversteken. Naast misschien de trilling in het blok rond de 6000 toeren. Iets waar de Japanners over spreken als karakter, wij als irritant. Deze trillingen vergeet je echter als je het gas erop gooit. De motor gaat fel van zijn plek en heeft een goede gasrespons. Gewoon lekker op koppel rijden gaat prima, maar het bloed gaat echt sneller stromen als je even terugschakelt. Dan kom je erachter dat het blok over zijn hele toerenbereik behoorlijk sterk is. Ik snap dus niet, Joost, dat dit segment is weggezakt. Want... Ja. Uiteindelijk, weet je wel, dat gevoel dat je gewoon lekker aan het rijden bent en zo'n bocht ziet en denkt ik geef een beetje gas bij. Ja. In plaats van, nee, ik haal hem wat terug. Nee, lol trappen. Nou ja, het is niet alleen lol. Misschien is dat het wel, weet je, dat het gebrek aan lol was. Het hele segment van toursport of sporttour. Het werd een beetje suffig misschien wel gewoon. En de allroad heeft daar gebruik van gemaakt. Ja, misschien wel, ja. Maar dat neemt niet weg dat dit gewoon wel een ongelooflijk veelzijdige machine is. Ja, en suf is absoluut niet het woord wat ik aan een Z1000SX wil hangen. Nee. Het is namelijk echt gewoon een hele spannende machine. Want power voorradig, dat wil je niet weten. Zo, en dat zullen we je nu even laten zien. Zo kun je dus ook sturen met een SX. Need I say more? Maar goed, lekker rustig toeren kan dus ook. Even over het comfort dan maar. Kijk, we hoeven je natuurlijk niet te gaan vertellen dat hij comfortabeler is dan een supersport. Dat snap je zelf ook wel. Maar opvallend is de combi van het blok met de zithouding. Rijden als een supersport, terwijl je niet opgevouwen achter een scherm hoeft te zitten. Lachen! Of het zadel echter op lange toerritten je vriend blijft, valt nog te bezien. Daarnaast zijn de vering en de remmen bij normaal sportief rijden meer dan prima. Als je wat door begint te duwen, dan zou het allemaal wat strakker mogen. En dat geluid, dat is toch wel het noemen even waard. Die brom die je continu achtervolgt gepaard met lekker krijsen. Kortom, hier in Spanje rijden met de SX, halleluja, bocht na bocht, na bocht, na bocht, tot we niet meer konden. Het knap is, echt het allerknapste vind ik van een Z1000, wat een nerveuze, moeilijke machine is, de naked bike. Dat is toch een heel, met bestaande middelen, dus een heel afgewogen, heel soepele machine hebben kunnen maken. Ja, want? Betrekkelijk makkelijk rijdbaar. Makkelijk rijdbaar, super lineair blok. Ja. Kracht van, ja, toch wel van onderin. Goede remmen, goede tractiecontrole. Ja. Bijna een geëikt verhaal, zeg maar nee, ja. Opvallend. Nou, het valt niet mee om gewoon de minpunten te zoeken. Ik bedoel, je houdt ervan of je houdt er niet van. Dat om te beginnen. Maar het enige wat ik kan ontdekken is dan, ja, toch nog trillingen. Hoewel een Z1000 harder trilt. En er zit geen versnellingsindicator op. Dus omdat die redelijk kort gegierd is, zit je toch steeds naar die zevende versnelling te zoeken. Ja. Maar dan houdt het eigenlijk wel op, wat mij betreft, wat de mindere eigenschappen. Precies. Ja, dus een goede manier. Terug dat segment, vind ik. Ja, terug dat segment. Zo, dan is het nu tijd voor het tweede deel van het Do-It-Yourself Customize project. Vandaag laat Kees vooral zien hoe een uitlaat slim te rappen. En zien we de voortgang van de Suzuki M800. Naast uiteraard wat tips waar je op moet letten. Oké, Kees, even tussenstand. De M800. Ja. Wat is daar tot nu toe al mee gebeurd? Ja, nou, zoals je hebt gezien, Bart, hadden we dozen vol met accessoires. Ja, het was net Sinterklaas. We zijn begonnen aan de achterkant van de motor. We hebben een mooie aluminium kentekenplaathouders, mooi gepolijst. Ja. We hebben ook wat onderdelen weggehaald, want de kentekenplaathouder stond wat meer onderuit. Dit geeft hem wat korter en gedrongen achterkant. Ja. We hebben zwarte knippenlichten gemonteerd met een smokeglas erin. Ja. We hebben de forward controls gemonteerd. Ja. Dus de originele stepjes en schakelarm is er vanaf gehaald. Nou, we hebben natuurlijk de forward controls hebben we met de Techglide stepjes gedaan. En die hebben we achter ook gemonteerd, zodat het terugkomt. Maar wat ik nog even terug wil zeggen, alles wat je aan stepjes en forward controls en schakelarmpjes monteert, moet je altijd Loctite op de boutjes doen. Ja. Omdat het trilt, en het is natuurlijk niks vervelender als met 200 kilometer van huis in één keer je schakelarmpje eraf valt. Dat is nou niet echt heel handig. Nee, dus Loctite erop doen. Ja? Zijn we naar boven, nieuwe handvaten gemonteerd, met een mooi zwart stuur. Ja. Ook met stuurgeld. TUF-rapport erbij. In ieder geval een gekeurd stuur te hebben. Wij zien hier regelmatig in de werkplaats, zien we tonnen wel eens bouwprojecten van klanten aankomen die gewoon een stuk gasbuis gebogen hebben, zwart hebben laten koten. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Als je een noodstop moet maken, staat je stuurtje naar voren toe. Spiegels gemonteerd, windscherm hebben we gemonteerd. Ja. Ook opletten dat het windscherm dus van een materiaal is dat, mocht je daar steenslag of iets op krijgen, dat het niet versplintert, maar dat het scheurt. Eigenlijk net zoals bij een voorraam van een auto. Ja. We hebben een mooie grote billet. Die is wel flink groter. Ja. We hebben sowieso voor deze maat moeten kiezen, omdat bij de Suzuki M800 zit een hoop elektronica. Ja. Stekkertjes, draadjes, dat moet erin komen. Okay. En ook aan de voorzijde hebben we dus ook weer dezelfde als achter hebben we de zwarte richtingwijzertjes met een goedgekeurd glaasje hebben we gemonteerd. Ja. Er komt nog een sissybar komt erop. Ja. Dat is het rugsteuntje voor de passagier. Maar om even door te gaan in dat mysteries, hè, dat zwarte uitstraling te geven, gaan we die venderstruts eraf halen. Deze. Ja. Dat is een metalen cover voor over in het frame. Hier loopt nog een stuk frame onder. Ja. En die gaan we zwart laten poedercoaten. Okay. Want namelijk de beugels van de sissybar. Kijk, ga maar, Bart. Kijk, daar kun je zien, dat is ook zwart. Ja, die komen weer hier tussen? Of? Ja, die komen zo hier tussen. Nee, die komen ertussen inderdaad. En dan komt dit steuntje erop en daar komt het kussentje op. Ja, precies. Is allemaal zwart. En ja, je kan die ook zwart. Ja, nou ja, waar mensen nog wel eens tegen opkijken, met hele kleine aanpassingen. Het poedercoat is in de regel niet duur. Als je gewoon een goede poedercoater hebt, hoeft het allemaal, ziet het er allemaal heel mooi uit en hoeft het niet duur te kosten. Door zo'n venderstrut eraf te halen en laten poedercoaten, ben je denk ik tussen de 75 en de 100 euro kwijt. Maar het is zo'n stempel wat je motor meegeeft. Dat is een enorme verandering. Je zou er dus ook voor kunnen kiezen, die forward controls zijn er in het chroom. Je zou ervoor kunnen kiezen om daar ook onderdelen van zwart te laten poedercoaten. Alleen moet je daar wel heel voorzichtig, moet je ook weer even met een specialist overleggen, want er zit natuurlijk bewegende delen in. En als je er coating overheen gooit, wordt dat microns dikker. En dan kan het zijn dat je hem gaat monteren dat je schakelarmpje niet meer terugkomt. Oké. Goed. Maar deze gaan er nu af? Ja. To be continued. Maar dat zogenaamde bolt-on customizen, niet te verwarren met de zanger uiteraard, lijkt makkelijk genoeg. Maar waar moet je dan toch nog op letten als je met dit soort onderdelen aan de slag gaat? Kees geeft raad. Waar je ook goed op moet letten is dat je toch wel je parts bestelt bij gewoon een goed Nederlands bedrijf. Nou, je zet een beetje reclame te maken hier nu. Ja, nee, maar goed, je hebt heel veel... ik krijg hier toch heel veel mensen... Ja, ik heb wat in China besteld. Ja, eBay, ja, perfect. Ja, precies. Maar ja, dan weet je, dan productaansprakelijkheid is ver te zoeken dan. En dat is niet erg als je een lampje koopt. Hè? Dan heb je het over passieve veiligheid. Maar actieve veiligheid bijvoorbeeld. Als je een remschakelsetje ergens uit China laat komen... en dat is niet van roestvrij staal gemaakt, maar van een of ander waaibomenhout. En jij komt aanremmen en je knalt achter op lijn 13. Ja, ja. Dan zegt de verzekering, jongen... Daar had jij even beter je huiswerk moeten maken. Dus je raadt wel aan, kijk goed waar je het vandaan haalt en ja, dat het een E-keur heeft. Ga je dus onderdelen bestellen die bijvoorbeeld met remmen, schakelen, remklauwen, rempompen, noem allemaal maar op, wielen. Zorg dat daar gewoon een TUF of een E-keur op zit. Ja, dan ben je gewoon gedekt. En, ja. Er zijn duizenden en miljarden en één onderdelen te krijgen wat gewoon toch eventjes net beter in kwaliteit zit. Maar ja. Meestal is dan de prijs toch weer een punt. Ja. En mensen willen het zo voordelig mogelijk. Maar ja, dat is op zich een goede eigenschap. Maar vergeet even niet de kwaliteit en de veiligheid daarbij. Kom je toch een hoop troep tegen, zeg maar, in je werkplaats? Ja, ja. Dat is als je achter aan de motor begint te sleutelen, dat voor het spiegeltje eraf valt, weet je. Dat soort, ja, maar serieus, dat meen ik echt. Dat zien we toch echt wel regelmatig. En dan zeg ik, hoe kom je daar de godsnaam? Ja, van internet af. Ja. Ja. En dat kan, je kan natuurlijk ook wel goed treffen. Hè? Dat zegt niet dat alles fout is, alles bagger is, maar... Je moet gewoon een beetje met gezond verstand kopen. Ja, okay, precies. Duidelijk verhaal. Ja. Straks laat Kees zien hoe je het beste een uitlaat kunt rappen. Dit lijkt namelijk een makkelijk klusje, maar heeft wel wat voeten in de aarde. Maar nu eerst de Suzuki SV650. Daar is die. Hoppa. Lever dat nou op, dat oud ijzer? Een paar dupjes, denk ik. SV650, dat was Suzuki's topmodel eigenlijk, ondanks dat het eigenlijk maar gewoon een 650cc was. Want je kon ze uitdelen, ze waren zo super populair omdat iedereen kon erop rijden. Jong, oud, ervaren, minder ervaren, hele makkelijke rij-eigenschappen, super vriendelijk motorblok en toch nog karakter. Enfin, daarna kwam Suzuki met de Gladius, toen dachten ze van nou weet je, we moeten even wat styling eraan toevoegen. Dus kwamen ze met een soort, dat was dan bedoeld als een soort Ducati Monster van Suzuki. Nou, dat model, ze hadden hoog op ingezet, maar geen hond die hem wilde hebben. Nou, wat zien we dan nu? Hier zo, anno 2016 in Lloret de Mar, Spanje. De SV650, hè? Is dat nou oude koeien weer uit de sloot halen? Of is het nieuw elan geven aan een fantastisch concept? Daar gaan we maar eens even mee rijden. Por favor, con gas. Oké, dat begint al knetterend. De Suzuki SV650 is dus terug. Maar nou wel op 140 punten vernieuwd, waarvan 60 motorisch. Dat hebben wij punctueel, als wij zijn bij MotoMe natuurlijk, vannacht nageteld. Maar feit is wel dat de motor hierdoor voldoet aan de o zo spannende Euro 4 norm. Ook is de motorfiets nu 8 kilo lichter. De motorfiets heeft een topvermogen van 77 pk bij 8500 toeren en een koppel van 64 Nm bij 8100 toeren per minuut en is daarmee 5 pk sterker dan zijn voorganger. We wachten nog een moment. Heilig! Natuurlijk, natuurlijk! Duitsers die ons vragen even te wachten, het moet niet veel gekker worden. Hebben we wel even de tijd om eens even met ook aanwezige collega Ivan van der Valk door te spreken wat we tot zover vinden van de nieuwe SV. Een ontzettend warm gevoel. Van binnen. En vooral een gevoel van herkenning. Dat is dan wel heel erg prettig. Want nou ja, de grote vraag is volgens mij, is dit nieuwe wijn in oude zakken of oude zakken in nieuwe wijn of dat soort dingen? Dat en dat klopt allemaal, want dat is het gewoon. Ik bedoel, dit is gewoon de SV zoals we hem al een tijdje kennen. Ja. Maar het is wel hele goede wijn. Jawel hè? Tering, dat ding is echt heel erg leuk. En dat V2-blokje, daar riepen ze gisteren bij de presentatie... oh, dat is veel beter dan die paralleltwinnetjes van de Yamaha's en de Kawasaki's en lalala. En dat is ook zo. Nou... Op dit moment wel. Ja, we hebben net op een debielweggetje achter elkaar gevlamd. Ja. Echt idioot. En dan is die echt wel heel erg vet. Dus dat blok, het is zo soepel en pakt zo lekker op. En het geluidje. Ja, en hij nou, net wat je zegt. Hij trekt gewoon elk moment. Is gewoon brop, ja. En dan ga je weer. En dat is echt heel erg leuk. Ik vind zelf, hij ziet er niet uit. Nee. Het is... afwerking. De afwerking is niks, maar ook gewoon het hele concept met overal slangen en draden en toestanden. Het is geen retro en het is geen moderne fiets. Dus het is een beetje een soort tussending. Gaan we nog even eentje remmen? Ja, de remmen, dat laat je mij zeggen. Ja, ja ondermaats. Maar ja, dat blok maakt alles goed. Echt, dat blok is, als ze dat blok in een modern ding of in een retro ding of wat dan ook zouden lepelen, dan heb je gelijk een knaller van je welste. Ik denk dat we weer met tegenzin vanmiddag gaan rijden tussen Zoetermeer en Almere. Ja, het is ook alleen maar rechte weg hier natuurlijk. Ja, dus, vervelend allemaal. Ja. Wow. Oké. Dan gaan we weer in het vervolg van de Grand Prix van Tossa de Mar. De GI664, die weg, die moet je onthouden. Dat is echt een van de meest krankzinnige routes die ik ooit gereden heb. En deze machine doet dat verrekte lekker. Dus, als je ooit in Spanje bent, je weet waar je heen moet. Tijd voor Joost om even zijn zonde te overdenken. Die SV650, ja, je kan zeggen inderdaad dat het een oude koe uit de sloot is. En je rijdt niet echt een spiksplinter nieuwe motorfiets, heb je dan het gevoel. Maar het is wel een ongelooflijk supertalent, ook al is het een oude koe uit de sloot. Het motorblok, ik heb het al zo vaak gezegd en zo vaak geschreven. Dit motorblok is echt ongeveer het beste wat Japan kan maken. Het heeft perfecte trekkracht, het heeft karakternotenbenen, het heeft topvermogen. En het reageert ook heel poezelig voor een beginnende rijder. Eet uit de hand, je fietst er zo mee weg. En dat geldt dus ook voor de stuureigenschappen. En de lage zithouding, dus kleine... kinders die kunnen er ook nog wel op plaatsnemen op deze motorfiets. Mindere dingen, nou ja goed, de bedrading vind ik allemaal wel erg slordig. En het is niet dat ik s'avonds nog in mijn schuurtje ga kijken en vol liefde deze machine ga bewonderen. Verder, de remmen, dat is niet echt de transparantie en de finesse die je van een 2016 mag verwachten. Maar over het algemeen genomen, het is toch wel weer een nieuw elan aan een oude koe uit de sloot. Dat wel. En ja, als je zoveel talent hebt, dan heb je bestaansrecht. Ik wil van mijn motorfiets af.nl. Zorgeloos je motorfiets verkocht. Oké, nou dan gaan we de nieuwe uitlaat monteren. Maar we hadden het als plan, Bart, met die nieuwe uitlaat. Kijk, dat gaat deze worden. Kijk, en om de motor een nog ruiger uiterlijk te geven. Kijk, die komt er zo op te zitten. Dus het is de korte kant. Ja. Willen we die eigenlijk gaan intapen met het uitlaatweb. Tot hier, zeg maar. Dat we nog het laatste stukje chroom hebben. Ja. En dat doen we met die voorste uitlaat, doen we dat ook. Is dat een goed idee? Persoonlijk hou ik heel erg van rap. Okay. Wat is nou jouw overweging eigenlijk om te zeggen, ik hou een stukje chroom over? Om het te breken. En op een gegeven moment als je, kijk, wat je doet, de fabrikant van die tape, die levert twee stalen tijrips mee. Ja. Dat werkt niet echt. Dus wat wij eigenlijk doen, is eigenlijk hetzelfde als bij een tennisracket als je begint. Doen eerst een lapje, zodat je mooi in de zichtkant, zie je helemaal niks. Kijk, dan gaat hij zo, gaan we beginnen. Zo ziet het er dan uit. En dan het contrast tussen dat zwart en dat chroom. Ah, je begint aan deze kant. En dan ga je ik begin aan deze kant. Ja, nou begrijp ik. Ik begin aan deze kant. En normaal, de fabrikant, die leveren er van die stalen tijrips bij. Dat doen we net even wat anders. Want dat levert dit erbij, maar dat werkt niet echt. En wij vinden het niet mooi als je hier zo zou beginnen. En je hebt dan ook nog hier volop in het zicht, bij wijze van ja, een stalen tuigrip lopen. Dat ziet er niet uit. Dus we gaan het bekleden, we gaan het aanpakken net zoals bij een tennisracket. Ja, dus je ziet... Je laat eigenlijk gewoon de wrap gewoon zijn werk doen. Eventuele steuntjes die je hier achterop hebt zitten, die tape je gewoon mee in. Daar maak je later daar een gaatje in om je bevestigingsboutjes heen te doen. Het is namelijk niet te doen om in te tapen en dan die bevestiging over te slaan. Want dan krijg je nooit het tape mooi strak. En je moet hem goed strak eromheen trekken. En wat ook belangrijk is, wat ik net al aangaf, zorg dat de spoed, dus de wikkel zeg maar, dat je die gelijk doet. Je kan het, als je heel veel moet doen, dan moet je hem wat groter maken. Heb je niet zo heel veel, zoals in dit geval, dan kan je de winding wat kleiner maken. Het is ook maar net wat je zelf leuk vindt en wat je zelf mooi vindt staan. Maar je moet ervoor zorgen dat de winding hier hetzelfde is als daar, want anders wordt het een zootje. Ja, en vooral in de bochten is het van belang dat je goed veel spanning geeft op de tape. Dat je natuurlijk een bochtje omgaat. Als je dat te slap doet, dan krijg je plooitjes, krijg je vouwtjes. En dat ziet er natuurlijk niet mooi uit. Dus je moet even je spierballen aantrekken. En één grote voordeel is als je het niet van tevoren afknipt, kun je het gewoon weer overnieuw doen. Dus als je niet tevreden bent met het resultaat, dan kun je altijd zeggen van nou, ik wikkel hem weer los. En ik begin overnieuw. Haalt een van je kameraden erbij. Hulpje erbij. Want het is nogmaals, het is een makkelijker klusje met z'n tweeën. Anders moet je dit alleen gaan staan doen. En dan moet je in bankschroeven gaan werken of klemmen. Kijk, zo hebben we hier, als je kan zien, hebben we hier het gaatje zitten voor de O2 sensor, voor de lambda sensor. Die tape ik gewoon mee in. Die snij ik later, daar met de standingmes een klein stukje uit. Kijk hier, nou hebben we nog 1 of 2 windingen. Dan ga ik hem doorknippen. En dan vouw ik het laatste stukje dubbel. En dan doe ik er even voor tijdelijk een tie-ripje omheen. Zodat ik hem even goed kan beoordelen. Voilà. 1 wrapped uitlaat. Deel, bocht, geval. En dan nog even de gaten openmaken en de uitlaat kan gemonteerd worden. Maar Kees heeft nog een tip. Houdt die man nou nooit op? Dat is ook het mooie van als je zwart uitlaattape gebruikt. Stel je nou voor dat je 2-3 jaar verder bent. Dat je 2-3 jaar verder bent en het zwart minder zwart gaat worden. Kan je de uitlaat demonteren. En dan kan je dat zwarte, dat tape, kan je gewoon inspuiten met hittebestendig zwarte verf. Daarmee maak je de uitlaat weer mooi even zwart. Nou zitten ze erop, dan gaan we de achterbeugel monteren. Dit is het eindresultaat. Zie je mooi het contrast tussen dat zwart en dat chroom. De uitlaten moeten nog uitgelijnd worden, maar dat gebeurt met de achtersteun. Het eindresultaat van de M800 zie je over een paar weken, samen met de opfrissing van onze Harley Davidson uit 1985.